Ja, we gaan weer op pad. Maar het kan natuurlijk veel sneller. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen is er nog. We gaan naar Monaco. Maar dat is niet zomaar en dat is niet voor deze nieuwe A-klasse. Nee, we gaan naar Monaco met Peugeot om de nieuwe 508 te testen. En dat is niet het enige, we hebben nog heel veel toffe dingen op programma in Monaco. Dus abonneer zeker, like de video alvast. Het wordt de gekke 3 dagen. En deze komt binnenkort nog aan. Dan, dames en heren, we zijn weer terug in Monaco. Ik kan niet wachten om toffe video's te maken hier. Ik ben hier 3 dagen en ik heb het al eerder gezegd, volgens mij zijn we dus samen met Peugeot. En dat is voor de nieuwe 508 eigenlijk. Dat is best wel een mooie, leuke, interessante auto natuurlijk. Dus dat gaan we sowieso filmen. Maar daarnaast natuurlijk, jullie weten van mijn vorige video's, Monaco, supercar gekte. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, hoe gaat het er nou allemaal aan toe na Stopmarks? Dus dat ga ik jullie gewoon allemaal laten zien. Ik neem jullie mee. Voor het te gek 3-daags verblijf in Monaco. Ja, en kijk dit uitzicht is jongens. Holy shit. Ja, het is wel dik in orde zo jongens. Wat een uitzicht. 2e keer in 2 maanden in Monaco. Wie had dat verwacht aan het begin van 2018? Je landt en dan gaat. Wat is dit nou? Ja, ik zou bijna zeggen Monaco is best. Gewoon 1 heli die aankomt en de andere vertrekt er weer. Bizar. Nou, toch wel leuk begin zo hier. Ja, Spider. Al is boos natuurlijk. Ja, leuk plekje Monaco. Day 2. En nu hebben jullie dus een klein idee van met wat voor auto we hier zijn in eerste instantie. Daar is natuurlijk nog de 508 die komt morgen. Maar jongens, de Rifter en niet zomaar één. Ja, ja. De GT-lijn, diesel, inclusief diamond stitching, eye cockpit en zelfs flippers aan het stuur. Let there be, prepare yourself. En eruit. Dat was al het bordje let there be. Het was al klaar. Ja, we zijn aangekomen in Monaco zelf. Casino natuurlijk, jullie herkennen het wel. Ja. Er worden hier even een paar Rolls Royce voor gereden. Ja, natuurlijk ook de DB11. Nog één. Damn, deze is sick. Dat is ook weer zo typisch. Dat letterlijk 1 minuut stap je uit de taxi. 4 Rolls Royces. Ja, dit is zo bizar jongens. En hier ook. Ja, nog een Ferrari. En het erg is, het blijft me allemaal verbazen. Toch? Ja, dan denk ik. Zijn er Monaco? Tijd voor een edit. Combo goals, 8-12 en de Aventador. En mogen jullie mij zeggen welke V12 hebben we liever? De 8-12 of de Aventador? En deze zag ik natuurlijk bijna over het hoofd. Kom ook nog even aanrollen.
blijkt, nu in de tijd dat wij hier in Monaco zijn, is Modbal er ook. Ja, Modbal, dat hebben jullie waarschijnlijk wel gezien via See Through Glass, Supercars van Londen, maar eigenlijk kort samengevat, gewoon een leuke rally met leuke auto's. Hier natuurlijk de Hurricane Spider, een Rolls Royce. En ik weet niet of deze dame erbij zit, maar daar rij ik volgens mij Modbal als hij erin zit. Ja, ik denk dat ik dubbel zie, maar jij geeft je. Nummer 2, gewoon daarnaast. En het is toch wel bizar om te zien. En toch ook wel lullig zou ik bijna zeggen. Dat, ja, dat zijn natuurlijk GTR. Best wel uniek. Gewoon dezelfde naam. Oké, dit is best wel bizar. Dus, wat er net aan komt rijden, jongens. Een Hurricane Performant, maar niet zomaar één. Is. Hier staat. Supercharged. En volgens mij betekent dat. Dat dit. De eerste. Supercharged. Hurricane Performant is. Hurricane Performant is natuurlijk sowieso bizar. Maar ja, weet je. Waarom gewoon geen Supercharged erop, weet je? Gewoon nog gekker. Gewoon nog dikker. En natuurlijk die wrap, ja. Ik vind het wel het hebben. Tire riding natuurlijk. Pinstriping aan de voorkant. Maar de achterkant is hier helemaal af. Als je hier al heel even heen lopen, ja, dat is een McLaren, dat is ook leuk. Kijk dit. Die groene diffuser. Maakt het gewoon helemaal af. Dit is het moment de auto die hier boven op de lijst staat. Dat is gewoon de droom. Hurricane Performante. Supercharger erbij is ook wel leuk. Mocht je trouwens je 650S wat saai vinden. Wat vinden we hiervan? MSO uiteraard. Oranje wielen. Helemaal het zwart. Oh. Maar. Het interieur. Vooral als het niet opvallend genoeg was. Ja, en Rolls Royce is natuurlijk ook gewoon very saai. Kleine line-up, zeg maar. Ja, dit is super. Ja. Gewoon, huppakee, met je GTC. Wars door de bagger. Ja, ik zou bijna zeggen, zo zou je ermee om moeten gaan, maar toch, schone GTC is toch wel lekker. 2 hours later. Ja, dit is wel een avontuur met een beetje in het kader van, ja, als je het leuk hebt, vliegt de tijd letterlijk. En ook zo komt dag 2 van Monaco tot zijn einde. Met best wel veel hoogtepunten natuurlijk. En met natuurlijk echte primeur.
een van de eerste supercharged Lamborghini Huracan Performantes. Maar ja, eigenlijk is het ook wel gewoon saai natuurlijk. Iedereen rijdt bijna zo'n ding tegenwoordig. Het zijn net Skittles, zou je bijna zeggen. Maar morgen natuurlijk de nieuwe Peugeot 508 op het programma op een hele gave locatie. Op een hele vette weg. We hebben net een persconferentie gehad en ik persoonlijk kan echt niet wachten. En ook zeker omdat ik al een klein beetje geteased ben met de hele tijd die 508 hier om en rondom Monaco. Ja, het is echt wel een hele vette auto om te zien, dus ik kan niet wachten. Ik ga snel slapen. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet ook zeker niet te kijken naar de volgende video, dus de 508. Dat wordt ook sowieso een aanrader. Maar voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken en ik zie jullie heel snel. Wassalam.